eindelijk erkenning. Ik ben net zo oud als Maarten. 68. Ja. Ja, ik oog jong. Ja, ja. Ja. Ik ben 79. Het verlossen. Kunt u mij horen? Hallo? Ja, hij doet het. Hallo? Ja, hij doet het helemaal goed. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan kunnen we starten. Heb jij nog een eindtijd? Moet je nog ergens naartoe? Nee, ik heb helemaal geen eindtijd. Dus ik... De kinderen komen morgen omdat wij gaan overleg plegen over onze gezamenlijke reis naar Amerika. Oh, leuk. In september, oktober. Maar dan moeten we even, laten we zeggen, alles gelijk zetten. Ja. Zodat we ook zo'n beetje dezelfde dingen willen. Lijkt me wel een hele leuke ervaring weer. Anders dan de dino-reis. Ja, totaal anders. Omdat dit beperkt tot Boston. Er is geen grotere tegenstelling eigenlijk dan tussen Boston en Wyoming. Die arme dierige stadjes daar in Wyoming en Montana. Wat is het grootste verschil dan? Ik ben daar nooit geweest. Boston is een hele rijke stad. Een hele dure stad. En ik heb nooit verteld dat de precies dezelfde hotelkamer in Chicago kost de helft van de vergelijkbare hotelkamer in Boston. Maar ja, het is een hele aantrekkelijke stad. Een beetje een half Europese stad. Natuurlijk ooit gebouwd op een eiland. Dat is ondertussen natuurlijk aan het vasteland vastgemaakt. Maar kijk, iets wat in beperkte ruimte wordt gebouwd, dat is vaak veel aantrekkelijker dan iets wat zich als een soort schimmel over de hele omgeving kan verspreiden. Zoals de meeste Amerikaanse steden, waar geen pest aan te beleven valt. Die zijn de ongezelligheid zelf in allerlei opzichten. Maar dat geldt dus niet voor Boston. Het is een hele mooie oude wijk, peperduur ondertussen neem ik aan. Leuk park is er. En prachtige musea. Boston kan ik iedereen aanbevelen. Bovendien, dat is natuurlijk het attractiefste aspect van Boston. En trouwens ook een groot deel van de staat Massachusetts, waarvan Boston de hoofdstad is. Dat is natuurlijk dat er normale mensen wonen. Dus dat je dat hele Trump gedoe, dat heb je daar niet eigenlijk. Het is de meest, ja misschien dat Vermont de meest on-Trumpiaanse staat is, maar voor Massachusetts en zeker voor het oostelijke deel geldt dat ook. Het zijn mensen die dus ja, normale politieke opvattingen hebben. Toen Trump werd gekozen in 2016, ja, hè, klopt. Ja. Dat klopt, ja, in november toen. Was mijn nicht, die was in tranen. Die vindt dat, ja, je moet je voorstellen dat wij zo'n halve garen krijgen als minister-president. En dat je zit er maar mee. Omdat het natuurlijk toch, hoe dan ook als je helemaal niet op zo iemand gestemd hebt, ja, heeft het toch vaak vergaande politieke en maatschappelijke consequenties. En dat heb je dus in Boston zit je wat dat betreft volledig veilig. Je kunt er ook heel normaal eten, zou ik maar zeggen. Dus niet zo'n wonderlijke gemalen takkenbos als Amerikanen als ze maaltijd zien, hè. Thank God it's Friday. Dat is een beetje mijn beroerdste ervaring ooit geweest. En de hoeveelheden, zijn die ook normaal? Of krijg je wel heel veel? Je weet dat er bij restaurants is een vaste wet. Hoe kleiner de hoeveelheden, hoe duurder het restaurant is. Dus als je tenslotte het voorafje serveren met een vergrootglas, dan weet je zeker dat het voorafje alleen al $50 in dit geval, of €50 kost. Weet je, dan krijg je een heel groot bord, weet je. Jee, dat piemelige stukje groen wat daar zit en een blauw besje in. Dat is het. En dat staat er ook op de kaart vaak met de 7 smaakelementen. Nou ja, dan moet je wel erg je best doen natuurlijk, wil je die eruit halen. Nee, dus dat kan ook in Boston. Het is in allerlei opzichten een hele, ja, ik kan niet anders zeggen, fijne stad. Ja, wat zijn fijne Amerikaanse steden? De meeste dus helemaal niet. Dat laat ik dat erbij zeggen. En Chicago is beter dan zijn reputatie, mits je natuurlijk niet naar die South-Zuid gaan waar ze elkaar op grote schaal doodschieten. Dat is niet zo verstandig. Maar goed, het is een hele grote stad. Detroit is een wonderstad in de zin dat het een soort Pompeji is, maar dan van het moderne land. Ik bedoel van de moderne ontwikkelingen. Omdat natuurlijk, ja, het is een stad die nu nog denk ik 600.000 inwoners heeft. En die ooit 2,2 miljoen inwoners had. En die zijn verdwenen naar de omgeving overigens. Ik denk dat
De county, dat zal wel meevallen qua inwoners. Nou weet ik niet precies hoe het met stad en county zit in Detroit. Maar mocht u toch in de buurt zijn, ga vooral even kijken. Het is toch uniek om te zien. Er zijn hele redelijke hotels, dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. En een prachtig, prachtig museum. Echt een uniek museum. Met die, die grote wandschilderingen van Diego Rivera. Van de Ford fabrieken, dat is echt zeer de moeite waard. Dus even kijken, dan moet u natuurlijk naar Seattle. Ja, dat is een hele mooie stad, vooral omdat het regent. Het is grijs en het regent en heb je daar die sound, dat is echt... Ik kwam eigenlijk na een zomer in het Middenwesten, dat je denkt, ga ik dit überhaupt nog overleven? En ik had een auto gehuurd en reed in westelijke richting en ik kwam in Seattle, denk ik, het is net Nederland. He? Ja, dat krijg je dan. Dan komt door de ligging, heb je al eens uitgelegd. Ja, daar komt door de ligging. Het ligt aan de Pacific. Het heeft volgens mij is een betrekkelijk mild klimaat, ook door die Pacific. En ik reed binnen in mijn levensgevaarlijke rijdende benzinebom, de Ford Pinto. Dat wist ik allemaal niet, dat hoorde ik pas later. En het was grijs en het motregende. En ik ben uitgestapt. 10 minuten in de motregen gaan staan. Oh, wat is dit heerlijk. Motregen. Hè? Na die verzengende hitte van waar ik was, Wisconsin met name. Vreselijk gewoon. Ja, een beetje die hitte die ons nu ook te wachten staat in West-Europa. Daar moet het al verschrikkelijk worden. Ik ben wel eens een paar dagen in Indiana geweest. Daar was het elke dag in de schaduw al 42 graden, geloof ik. Dus dit is echt verschrikkelijk. Nou, waar moet je natuurlijk nog zeker ook heen? Je moet natuurlijk naar Los Angeles. Ja, dat heeft natuurlijk ook een bar slechte reputatie in allerlei opzichten. Maar het is eigenlijk een fantastische stad. Het is geen stad om te wandelen en fietsen, zou ik geloof ik ook niet aanbevelen. Maar als je een beetje niet al te erg vindt om auto te rijden, dan is Los Angeles een geweldige stad. Ook museaal natuurlijk een topstad. Eerste klas. Ja, wat heb je nog meer? New Orleans is zonderling, laat ik het zo zeggen. Dat een groot deel van de rommel, ook van Katrina, die storm, dat is eigenlijk nog niet behoorlijk opgeruimd. Maar goed, dan nu heb ik al eigenlijk heel de Verenigde Staten. Nou ja, Las Vegas is uniek. Ik bedoel, het is een ordinaire, vulgaire kermis op van het allerergste allooi. Maar om het een keer te zien, is wel de moeite waard, ja. He? Je hebt er alles bij elkaar. De Venetiaanse water, die brug, de Eiffeltoren, alles is er al. Ja, wat mij nu nog denken aan dat Hollandse pretpark in Japan, dat wil ik toch wel nog een keertje zien, denk ik. He? Dan heb je de Domtoren op 19e van de ware grootte. Maar goed, stedelijk is Amerika. Ik heb de meeste Amerikaanse provinciesteden zijn verschrikkelijk. Dus dan heb je eerst Road Town en dan heb je wel een soort centrum. Maar het stelt meestal geen reet voor. Je hebt ook dat Calgary, maar dat is ik dwaal nu een beetje af. Calgary is een vrij forse stad, maar die heeft dus niet dat slonzige wat veel Amerikaanse steden hebben. Maar dat is ooit gekozen, geloof ik, tot de meligste stad ter wereld. Dus de meligste stad ter wereld? Ja, zeg ik. Ja. En wat waren de criteria daarvoor? Nou, dat er echt helemaal niets te doen is, ondanks het feit dat het wel een miljoenenstad is, volgens mij. Maar ja, zoals gezegd, Canada viel mij bitter tegen. Ja. Ik had mij van Canada eigenlijk een soort toch een licht Europese uitstraling voorgesteld. Er was geen sprake van, althans daar niet. Zit daar natuurlijk wel helemaal in het westen van het land. Maar hoe kwamen we weer op Boston? We gaan naar Boston, want mijn neef en nicht wonen in Boston. En we gaan vooral naar mijn neef en nicht om ze allemaal nog een keer de hand te schudden en op de wangen te kussen. Dan moeten we allemaal erg oud worden natuurlijk. Hoe oud zijn ze? Mijn nicht Carlotta is denk ik 2-3 jaar ouder dan ik. Die zal van 40 zijn, schat ik. Dus die is ook al... En zij is getrouwd met een Australiër, Ren. En die is denk ik ook wel iets ouder dan ik. Ze zijn echt een fractie ouder dan ik. En ga je dan ook wel een soort van pre-verjaardagsfeest vieren? Want dan ben je bijna jarig natuurlijk. Nee, dat was ik niet van plan. Kijk, als zij spontaan besluiten tot een leuk cadeau, dan ben ik de broertje niet. En we kunnen in ieder geval gezellig gaan eten. Ergens in Boston.
Maar dat was eigenlijk niet mijn plan, nee. Want ik heb besloten om mijn verjaardag toch vrij simpel op Texel te vieren in kleine kring. Ja. En hoe komt het dat je daar een familie hebt wonen? Oh, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Heb ik dat niet alles verteld? Ja, maar ik ben het weer vergeten. Oh, je bent het weer vergeten. Ik weet niet of de luisteraars die zeggen, ik kan even naar de wc, want hij gaat weer precies hetzelfde vertellen als 2 weken geleden. mijn moeder had een dubbele nicht. Dat wil zeggen, de vader en de moeder van mijn moeder, die hadden allebei een broer en een zuster. Die zijn ook weer met elkaar getrouwd. Dus dat is een soort van en dus mijn moeder had een dubbele nicht. Die heette Ella, tante voor ons, dus tante Ella. Iets ouder, ook ietsje ouder dan mijn moeder. En die is al in de jaren 30, late jaren 30, getrouwd met een Amerikaanse ingenieur. Genaamd Fink. En die is dus al in 39 vertrokken naar, nou ja, precies op tijd. Ze hebben daar maar niks van meegemaakt. En ik heb toch wel eens verteld dat kwamen ze op bezoek in de halverwege de jaren 50. Je had het gevoel alsof het aliens waren. Zo welvarend waren ze vergeleken met dat armoedje wat er nog, nou ja, in Nederland, wat in Nederland nog min of meer redelijk was. Was dit een totaal andere propositie. Een reusachtig huis daar in Columbus. En hij reed altijd Oldsmobile, merkwaardig genoeg. Ik heb mijn nichten die hadden samen een camera aan, een eigen camera aan. Ah, jongen, ik viel ondersteboven van jaloezie. Dat was nog eens wat. En ik had natuurlijk, mijn opa en oma hadden zo'n leesportefeuille. Bestaat dat eigenlijk nog, leesportefeuilles? Nou ja, interessant fenomeen op zich. En daar zat ook de Life en de Saturday Evening Post in. Amerikaanse weekbladen. Ik keek altijd, ja, ook met jaloezie toch naar de advertenties. Met name de auto-advertenties. Veel later heb ik gelezen dat in die auto-advertenties de mensen met opzet iets verkleind werden. Zodat de auto's veel groter leken. En die waren dan altijd geparkeerd bij zo'n huis met van die over elkaar vallende planken. Weet je wel, zo'n wit huis met over elkaar vallende planken. Zoiets had ook mijn familie daar. In Columbus, Ohio. Ja, aliens. Het was het, ja, in alle denkbare opzichten. Vonden zij dat ook van jullie? Nou ja, het was natuurlijk vanuit hun perspectief was het wel een armoedje. Het welvaartsverschil is totaal verdwenen. Wij zijn in principe net zo welvarend als zij, als mijn nicht en mijn neef daar. Niet mijn andere nicht en neef, want Carlotte heeft nog een zuster. Zou mensen dat allemaal graag willen weten? Die heet Katrina. Ja, niet naar de storm en de storm niet naar haar, natuurlijk. En die is weer getrouwd met ook iemand uit Columbus, Ohio. Die is daar opgegroeid, die man. Die was een chemicus. Ja, ondertussen ook allemaal stokoud natuurlijk. Katrina is nog weer ietsje stokouder. En die heeft ooit zo'n management buy-out gedaan. En daar is die ruim miljonair van geworden. Dat is de familie. En dan is er natuurlijk een broer van mijn vader, als we nu toch bezig zijn. Die is voor een studiejaar naar Amerika gegaan. Ik denk in 52 of zo. Nou, in ieder geval hier is de helft van de jaren 50. En het was heel interessant. En zijn ietsje oudere broer was daar ook al geweest voor een studiejaar. En had daar een gezellige aardige vriendin opgepikt. Maar die was weer teruggekomen naar Nederland. En deze andere oom, dat was mijn vaders jongste broer, die maakte kennis met die vriendin van de iets oudere broer. Ja, die is daarmee getrouwd en die is daar gebleven. En die heeft een hele reeks kinderen en die kinderen hebben weer kinderen, want dat geldt natuurlijk ook voor Carlotta en Ren. Die hebben ook kinderen, die kinderen hebben weer kinderen enzovoort. En die ga je ontmoeten in september dus. Ja, ze hebben ook een ontzettend leuk, mooi buitenhuis aan Lake Champlain. Ja, dat zullen de mensen waarschijnlijk wel niet weten wat Lake Champlain is. Maar het is een lang, dun meer aan de oostkant van de staat New York. Upstate New York was ooit een centrum van landbouw en tuinbouw. Wat leverde aan de stad New York, maar dat is al lang niet meer zo. En ga je dan daar in een hotel zitten of ga je bij hun in huis slapen? Dat gaan wij nu bespreken. Want ze zijn enorm gastvrij. Dus en mijn dochter heeft overigens ooit een jaar in Boston gewoond en gestudeerd.
Dus die wilde wel gaan logeren, vind ik ook prima. Maar mijn zoon wil meer privacy. Dus die wil gewoon dat hij s'ochtends zijn humeur uit zijn bed kan komen. En dan kan hij beter natuurlijk een hotel nemen. En we moeten een beetje een ruime aantrekkelijke auto huren. Dus dat gaan we nu morgen bespreken, hoe we dat precies gaan doen. Kijk, leuk. Nou, dan doen we even wat vragen van mensen. Er is één iemand die heeft een voorstel gestuurd om een keer met een zweefvliegtuigje, of nee, geen zweefvliegtuig, maar met een vliegtuigje vanuit hier van Hilversum naar Texel te gaan. Ja, dat heb ik gezien. Ja. De vraag is of je dat wil doen in deze zomer. Nou, deze zomer niet, geloof ik. Ik weet het niet. Ik heb één keer met een klein vliegtuigje boven de Waddeneilanden gevlogen. Dat is was een unieke ervaring. Het was een zonnige herfstdag en God, het was schitterend. Het was alsof je, laten we zeggen, een aanloopje naar het paradijs nam. Maar je wil niet, je bent bang voor dat vliegen? Nou, ik heb er ongetwijfeld onterecht, heb ik er niet erg veel vertrouwen in, maar ik zal erover denken. Oké. Trouwens nog even over die vragen. Er komen heel veel vragen binnen. Kunnen ze niet allemaal meenemen. Maar als je nou lid wordt van onze WhatsApp groep. Dan gaan we in ieder geval de vragen die daar binnenkomen. Met extra prioriteit meenemen. Nieuwste leden van die groep zijn Andreas, Eddie en Tony. Welkom. Link naar die WhatsApp groep staat in de show notes trouwens. Jezus Maarten. Wat een ontzettend dom gezwets over het openbaar vervoer. Je valt me tegen en ik zet je maar eens even uit. Ik ben 76 en misschien wat beter ter been dan jij. Maar ik ben door de band genomen behoorlijk tevreden over ons OV. Al dat links gelul is, dat is eigenlijk rechts gelul. En hoe denk jij dat dat moet allemaal met de auto in de binnenstad kunnen komen? En zonder oponthoud natuurlijk. Heb je daar misschien een plannetje voor klaar liggen, zegt Ingrid Blekman. Ja, nou ja, zij zegt al dat ze goed ter been is. Ik zou graag Ingrid spreken tegen de tijd dat zij slecht ter been is geworden. Eventueel met een rollatortje moet lopen of met een kruk, dan spreek ik Ingrid graag nader over deze materie. Het is helemaal niet zo dat de auto als een soort terreurwapen door onze binnensteden moet gaan rijden, nee. Maar het is wel zaak dat ook die binnensteden uiteindelijk bereikbaar zijn. En dat kan heel goed gecombineerd worden met autoluw, maar wel bereikbaar en niet, zoals mij overkwam, volstrekt onbereikbaar. En nogmaals, ik vind over het algemeen het openbaar vervoer, en ik ben een bepaald de enige niet op dit punt, is voor oudere mensen die moeilijk lopen, is dat heel, heel ontoegankelijk. Kennelijk is zij nog zo kwiek als een kiekero, dat is fijn, maar dat houdt op, mevrouw. Ja, jammer voor u, maar het houdt op. Laat ons weer eens genieten van je scherpe verstand en hoop met die onzin, daar sluit ze nog mee af. Nou, dat is helemaal geen onzin. Ik ben er al glad voor dat het OV in allerlei opzichten mensen daadwerkelijk comfortabel kan transporteren. Maar dan moet er wel heel veel veranderen in het OV. Dat moet frequenter, dat moet comfortabeler, minder roltrappen, toegankelijke liften, niet langdurig lopen op die stations. Dat is in Nederland zo, maar naar mijn ervaring ook in het buitenland. Dat zijn allemaal hinderpalen bij het functioneren van het OV. Het OV is niet gericht op oudere mensen die slecht ter been zijn. Het OV is gericht op jonge mensen die niks mankeren. Maurice van der Velde uit Nijmegen zegt: Poetin heeft een gigantisch paleis aan de Zwarte Zee in Krasnokar Krai. Is dat gewoon niet simpelweg de reden dat hij Georgië eerst, nu Oost- en Zuid-Oekraïne binnenvalt? Nee, dat geloof ik niet. Het is ook een belachelijk paleis. En ik heb al eens eerder gezegd, zodra ze paleizen gaan bouwen, weet je dat ze de bocht om zijn. Ja. En hij stuurt nog even een foto mee zonder zonnebril en boerka. Om te zien dat je hem ook kunt zien. Omdat je hebt gezegd, een zonnebril is hetzelfde als een boerka. Hè? Ja. Heb je eerder gezegd, ja. Ik vind die mensen ook die gewoon met je gaan staan praten en dan zo'n gigantische zonnebril ophouden. Dat ze zelf niet beseffen hoe onbeleefd dat is. Daar kan ik gewoon niet bij. Daarover ook nog een vraag door Ruben Scheps. Maarten, ik luisterde de laatste podcast van je over de grondwet en vroeg me af, ook al ben je geen juridische kenner, gaat het verbieden van hoofddoekjes en keppeltjes niet in tegen artikel 1, maar vooral ook artikel 3 van de grondwet? Nou, dat zou best kunnen zijn. Maar ik vermoed dat, want dat verbieden overigens, dat betrof de politie. En daar is natuurlijk het argument, dit zijn mensen die, laten we zeggen, in de publieke ruimte een publieke taak vervullen. En daarvan moet niet duidelijk zijn dat ze specifieke
religieuze voorkeuren hebben. Daar kun je wel iets bij voorstellen, al ben ik er niet. Van mij mogen die mogen dames bij de politie best een hoofddoekje om. Ik zit daar niet zo mee. Beste Maarten, Maarten heeft het te vaak gehad over de vraag of Duitsland de Tweede Wereldoorlog had kunnen winnen. Ik ben benieuwd naar Maartens antwoord op de tegenovergestelde vraag. Had Nederland de Duitse invasie kunnen afslaan? En hoe oordeelt Maarten daarbij over de slag om de Grebbeberg? Wederom veel dank en hartelijke groeten, Jonathan de Geus. Nee, we hadden de Duitse aanval niet af kunnen slaan. Absoluut niet. En dan was het nog maar wat. De aanval van Duitsland op Nederland, dat is echt werk met de linkerhand. Als je natuurlijk ziet waar ze mee bezig waren voor het verslaan van Frankrijk. Die superieure operatie met die zeven panzerdivisies. Nee, dat hadden wij niet kunnen doen. En ik heb volgens mij dit aan de orde gesteld. Hadden we niet moeten doen wat Denemarken heeft gedaan. En zeggen, nou ja, we kunnen toch niet winnen. Dus we zetten gewoon de grensboom omhoog. En dat is natuurlijk moreel is dat wat lastiger, want dan. Maar ja, heeft het zin om te vechten als je absoluut 100% zeker weet dat je gaat verliezen? Dat is wel een punt. Maar waren wij te zwak of zij te sterk? Wat? Waren wij te zwak en de Duitsers te sterk? Hadden daar ja, ook natuurlijk. Dan zijn we geen vergelijk mogelijk. Ik bedoel, de Weermacht was in 1940 het topmilitaire apparaat in de wereld. En Nederland had weinig geïnvesteerd in zijn leger. Dat liep enorm achter. Kortom, wij waren volkomen kansloos. Okay. Maarten, ook in Dresden hangen twee schilderijen van Vermeer. Dat klopt. Die heb ik ook gezien. Ja. Wel een heel druk museum, want ze waren daar de boel aan het verbouwen. Okay. Maar dat klopt. Ik heb alles eerder uitgelegd dat voor een serieuze museumbezoeker in Amerika en Europa, laten we zeggen, die de afgelopen 25 jaar op dat terrein gewoon heeft gedaan wat hij moest doen, die had ruim driekwart van alle schilderijen op die tentoonstelling in het Rijksmuseum al gezien. Zoals ik. Ik vind die blockbuster tentoonstellingen vind ik verwerpelijk. Ik vind dat soort van drukte in musea verwerpelijk. Ik vind de ambitie om met al die kwetsbare schilderijen wereldwijd te gaan slepen, vind ik verwerpelijk. En ik vind dat daar een eind aan moet komen. Beste Maarten. Het is ook helemaal niet goed om als het hele oeuvre in één klap bij elkaar te zien. Het is natuurlijk veel leuker om twee, drie Vermeers te zien in een grotere en bredere collectie van 17e-eeuwse schilderkunst. Ja. Maarten, het verhaal over het openbaar vervoer is kortzichtig en dom gelul. Ik moest laatst met iemand in een rolstoel met de auto naar een etentje op de Oude Gracht in Utrecht. Dat was een drama. Iedere stad in de wereld met een oud dichtbevolkt en toeristisch centrum is onmogelijk met de auto te bereiken. Utrecht doet daarvoor zeker niet onder voor andere steden. Rijd bijvoorbeeld eens met de auto door het centrum van Lissabon. Dan is Amsterdam en Utrecht een verademing, zegt Simon uit Eindhoven. Maar dan begrijp ik niet waarom die begint met te zeggen dat wat ik zeg dat er gelul is. Over de OV, ja. Ja, als je die oude centra bewoonbaar wil houden, of als je die bruikbaar wil houden voor sociale doeleinden, bijvoorbeeld voor het houden van een congresje waar M. van Rossum een lezing komt houden, dan zul je andere maatregelen moeten nemen dan de welke in Amsterdam zijn genomen. Ja. En nogmaals, autoluw kan heel redelijk gecombineerd worden met efficiënte bereikbaarheid. Ik luister, is weer iemand anders die zegt, ik luister ook naar de tirade van Maarten over het OV. Eindelijk erkenning. Ik ben net zo oud als Maarten. 68. Ja, ik oog jong. Ja. Ik ben 79. Ik ben zeer goed ter been, maar 1,54 meter hoog. In een tijd dat iedereen wel 2 meter lijkt te worden, is dat uiterst vervelend. Al dat opeengepakte volk vind ik ook verschrikkelijk. Al ver voor coronatijd vond ik het walgelijk. Mensen zitten of staan veel te dicht in je persoonlijke ruimte, vaak ook nog schreeuwend in hun telefoon. Heerlijk Maarten om naar je te luisteren. Ik ben een groot fan van je. Ah, zo hoor ik het graag. Een van de allerlaatste keren dat ik met mijn vrouw naar Amsterdam ben geweest met het openbaar vervoer. En ze zei nog, moeten we dat nou wat doen? Ik zei, ja, waarom niet? We moeten niet al te elitair worden. Ja, hebben wij met onze eerste klasse toegangsbewijzen de hele weg naar Amsterdam op een heel druk, hoe moet je dat zeggen? Balkonnetje. Ja, balkonnetje gestaan, ja. Ja, inderdaad. Mensen die de persoonlijke ruimte
in. Nou, het was verschrikkelijk. Ja, toen kreeg men, nou ja, nee, het is dit. Ik ga dat niet allemaal vertellen. Ja, het is van een diepe treurigheid. Beste Maarten, over de mijnvelden van de Russen. Zou het een oplossing kunnen zijn dat de Amerikanen een hoeveelheid hoge drukbommen zouden leveren? Daarmee worden effectief de mijnvelden van Saddam Hussein in de Tweede Golfoorlog opgeruimd, waardoor men in geen tijd in Bagdad stond. Ja, maar nou is het zuiden van Irak een heel ander type van terrein dan de Oekraïne. Het zuiden van Irak is namelijk een woestijn. En daar kun je nog eventueel zo'n bom loslaten, maar dat is natuurlijk... Als je dat in de Oekraïne doet, dan zijn de verwoestingen die zijn enorm. Er wonen mensen. Het is een vrij normaal bewoond gebied. Dus nee, het is een heel andere propositie dan Irak. Maarten, hoe onderscheidt het neoliberalisme zich van het klassieke liberalisme, vraagt Pim van Leeuwen. Nou, omdat het klassieke liberalisme eigenlijk uit een heel andere tijd en uit heel andere omstandigheden stamt. Het neoliberalisme is in allerlei opzichten, zo zou ik het althans, ik heb er nooit zo over nagedacht over dit antwoord, maar het neoliberalisme is veel meer een betrekkelijk agressieve organisatorische beweging die van mening is dat onze overheid veel te groot van afmeting is geworden en zich veel te veel bemoeit op allerlei niveaus met dingen waarbij ze zich beter niet zouden kunnen bemoeien. Nou ja, vergelijk het. Wat ik vertelde over de oppositie van de Republikeinen tegen de Democraten. Dat was gewoon klassiek conservatisme. Hè? Maar dat ging ook uit van het idee dat de overheid te veel te machtig was geworden. En ja, hebben we in Nederland op een aantal terreinen, niet waar, hebben we beleidsmogelijkheden en sociale regelingen afgebroken. En dat leek allemaal geweldig leuk en het kon beter georganiseerd worden en vlotter en het was goedkoper en zo. En uiteindelijk heeft dat in het algemeen bijzonder slecht uitgepakt. En dan zijn het ene ongeluk na het andere is daarmee gebeurd. Maarten, ik weet dat je niet van de complottheorieën bent, maar is dit wat er in Rusland niet gebeurt nu een groot toneelstuk? Iedereen die op deze manier in opstand komt tegen Poetin wordt toch altijd binnen een paar dagen uit hun raam geflikkerd. En nu verhuist Prigozhin naar Belarus, waar hij staatsburger wordt en mee kan doen aan de presidentsverkiezingen van 2025. Ik ben zelf ook absoluut geen complotdenker, maar het komt mij op mij wel erg allemaal ongeloofwaardig over. Ook gezien het relatieve gemak waarmee Prigozhin ook weer afziet van zijn opstand. Nee, het is geen complot naar mijn idee. Prigozhin voelde zich bedreigd. Dat had te maken met het feit dat het Russische leger van plan was om die zelfstandigheid van die privélegertjes in te perken. En daar heeft hij heel scherp op gereageerd. Ik begreep dus dat hij het ook bij sommigen intern ook al had aangekondigd. Dat is onacceptabel. En in zekere zin heeft hij verloren natuurlijk. Want ja, hij is uitgeweken. Zijn personeel zal zich toch moeten houden aan die regeling. Dus ja, Prigozhin heeft, zou ik zeggen, verloren. Interessant was geweest als hij door was gereden. De Economist had een vrij fraai stukje over het feit dat die kolonne van Prigozhin op weg naar Moskou door een hele reeks van Russische vliegtuigen, met name ook gevechtshelikopters uit de lucht geschoten heeft. Vrij spectaculair. Ja. Dirk Sauer die liet zo'n plaatje zien van op het moment dat gebeurde met allemaal privéjets die Moskou verlieten. Ja, het schijnt dat tal mensen, die hebben zich uit de voeten gemaakt met het idee, je kunt maar niet weten, straks zijn ze hier en komen ze ons doodschieten of zo. Ja, die zullen ondertussen wel weer terug zijn, maar dat zal ook wel opgeschreven zijn als je uit de voeten hebt gemaakt. Weet je waar ze naartoe vluchten, welk land? Nou ja, meestal gaan ze naar van Kirgizië of zo. Turkije ook. Of hoe heet het, die stadden, die verschillende. Vaak naar Turkije, ja. Maar dat, ik dacht ook vooral intellectuelen gaan naar Istanbul. Hè? Dat natuurlijk dat een hele grote, ja, totaal moderne stad is. Ja. Poetin had toch ook gebeld toen het aan de gang was met Erdogan? Dat zou me niet verbazen. Nee. Maarten, ik heb een vraag. Ik ben jurist en ik vraag me eigenlijk af waarom jij het gevaar van politisering kennelijk minder ziet bij de toetsing aan verdragen dan bij de toetsing aan de grondwet. Omdat ik ervan uitga dat die toetsing aan de grondwet, dat die door een soort van hoger rechtshof zal worden ondernomen.
Dus zal leiden tot een uitbreiding van de bevoegdheden wat bij ons geloof ik de Hoge Raad heet. En dan is het natuurlijk dan het gevaar levensgroot dat dat gremium wat we dan daartoe benoemen, dat gepolitiseerd wordt, zoals dat ook in de Verenigde Staten het geval is. Amerika is dat al heel lang het geval en heeft het, naar mijn idee, nou ja, het probleem is dat het soms hele gunstige resultaten heeft gehad, waarbij aanvankelijk het Hoge Rechtshof nieuwere wetgeving blokkeerde. Maar dat het natuurlijk bijvoorbeeld onder de huidige omstandigheden, naar mijn idee, hele negatieve gevolgen heeft gehad. In Nederland zou het ook absoluut zeker ook gepolitiseerd worden. Ja, dat denk ik wel. En gepolariseerd worden. Kijk, één ding kunnen we leren van de Verenigde Staten. Namelijk, wees op je hoede voor polarisering. Praat er ook niet te veel over. Doe er niet aan. Laat staan dat je het zelf loopt te bevorderen. En mevrouw Van der Plas heeft nog een goede beurt gemaakt door die kleine rechtse splinters in de Kamer tot de orde te roepen. In verband met die bangmakerij over migratie of immigratie. Ik vond zeggen dat zie je daar dat ze dat gedaan heeft. Want het zijn natuurlijk ongelooflijk ellende partijtjes. Die van Haga. En natuurlijk ook per jaar 21, laten we wel wezen. Die zijn hebben Forum verlaten, niet uit principiële overwegingen. Maar omdat hun muzieksmaak van dingetje. Die correleerde niet met de muzieksmaak van Thierry Baudet. Daar ben ik nou niet zo van onder de indruk. Het is toch allemaal ongelukkig restmateriaal. De BBB gaat met GroenLinks regeren, hè, in Zuid-Holland. Ja. Nou ja, je weet, op lokaal niveau zijn vaak de politieke tegenstellingen van een hele andere. Dat was weer het DHL-waantje. Had er ook lekker de vaart in zitten, DHL. Jongen, je werkt erdoor. Met DHL. Het is geen sponsor voor de duidelijkheid, hè? Nee. Wij hebben niks met DHL te maken. Dan denk je mensen dat dit sluikreclame is. Nee, wij doen niet aan reclame. Nee, maar mensen denken, jij noemt dat zo vaak, ook dat drinken wat jij hebt. Dat drinken, dat heb ik toch nooit het merk genoemd? Nee, wel? Af en toe. Het is een heel geheim merk, is dit. Ja. Je weet, het wordt geloof ik, bij mijn weten, wordt het opgepompt uit een aquifer onder Bunnik. 1000 meter diep. Maar wat was je nou hiervoor aan het vertellen? De BBB inderdaad. En GroenLinks, dat zei. Ja, dat Van der Plas terecht naar mijn idee de mantel had uitgeveegd. Ja. Bij die bangmakers over die migratie sowieso. Dat de apel, dat is toch beschamend. Wat een klote kabinet is het dat ze dat laten gebeuren. Dat daar geen stokje voor gestoken kan worden. Dat er gewoon niet wat extra middelen worden ingezet. Het wordt gewoon expres zo georganiseerd. Hè. Het is verschrikkelijk. Het is beschamend verschrikkelijk. En dat is vaak zo dat je in Nederland denkt, wat zijn we toch eigenlijk een ontzettend klote land geworden. Dat je je schaamt dat je Nederlander bent en dat je onderdeel bent van de Nederlandse democratie en dat dit soort van dingen gebeuren. Beschamende dingen. Frank wil weten, is de grondwet, of in de grondwet zegt hij, is het recht op bijzonder onderwijs vastgelegd, mits aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Vindt Maarten dat een school waar het scheppingsverhaal wordt onderwezen überhaupt aan de kwaliteitseisen kan voldoen? Nee, dat is een heel lastig punt in Nederland. Dat er natuurlijk, zeker ten aanzien van scholen waar een orthodox-christelijke meerderheid is, of anderszins een bestuur een soort van orthodox-christelijke aard is, dat je daar met die evolutieleer in de knel komt. Ik heb ook wel eens begrepen dat het ook ten aanzien van examinering ook voorzichtig aangeblazen is op dit punt. Ja, we hebben er huist in Nederland een obscurantistische minderheid die gelooft wat er in de Bijbel staat, dat dat onze lieve Heer zelf gedecreteerd is. Wat sowieso al aan, als je het ooit hebt gelezen, wel de indruk geeft dat onze lieve Heer ook niet erg deugt. Oké, dan hadden we vorige week is het inmiddels alweer die NAVO-top. Ook daar zijn vragen over binnengekomen. Er worden natuurlijk gesprekken gevoerd over de toetreding van Oekraïne tot de NAVO. Indien dat gaat plaats hebben en de oorlog voorlopig blijft voortduren, bestaat er dan een kans dat er Nederlandse militairen uitgezonden gaan worden en deel gaan nemen aan gevechtshandelingen?
Nee, die kans bestaat naar mijn idee niet. Dat wil zeggen, in Litouwen is duidelijk geworden dat de liefste wens natuurlijk van Zelensky niet zal worden gerealiseerd op zeer korte termijn, namelijk dat Oekraïne lid wordt van de NATO. Omdat natuurlijk als je Oekraïne nu lid zou maken van de NATO, dan heb je te maken met een direct conflict tussen de NATO en Rusland. Nou, dat dient vermeden te worden, dat begrijp ik ook wel. Dus de maximale inzet was dat als die oorlog op enige wijze tot een soort einde komt, van welke aard dan precies ook, want dat weten we natuurlijk ook nog niet precies, dat je dan een versnelde procedure in werking stelt waarbij je zegt, ze kunnen meteen lid van de NATO worden. Hmm. Wil je Georgië dan meenemen, ook interessant. Ja, je begint je natuurlijk af te vragen, kijk, in dat tijd is in 2008 in Boekarest voorgesteld, dus ook een vergadering van de NATO, om Georgië en de Oekraïne ook lid van de NATO te maken. Dat was een Amerikaans voorstel. Dat werd algemeen gezien als een stom voorstel, omdat dat natuurlijk de Russen in de boomtoppen zou jagen. En de Fransen en de Duitsers waren daar falikant tegen. En toen is ook iets heel vaags in het slotcommuniqué iets heel vaags gezegd. Maar ja, nu zij laatst, volgens mij, de vertegenwoordigster van Oekraïne bij de NATO, die zei, nou ja, stel je voor dat we toen lid waren geworden. Zou Poetin het dan gedaan hebben? Ja, heel dubieus natuurlijk. Maar goed, we hebben dat toen niet gedaan. Maar nu is dus gezegd, oké, maar het moet eerst afgelopen zijn, de oorlog, en dan, want we willen geen direct conflict tussen Rusland en de NATO. Precies. En Zelensky is natuurlijk wel te snappen. Hè? Die denkt, laten ze nu maar lid worden, want dan heb ik mooie Amerika mee zijn en gaan die meevechten. Ja, maar bovendien heb je natuurlijk in Amerika de onzekerheid over de volgende president. Ja. En ook helemaal ter rechterzijde in de Republikeinse Partij. Niet waar, daar is ook allerlei kritiek op die omvangrijke hulpverlening aan de Oekraïne. En nu speelt natuurlijk ook die zaak met die clusterammunitie natuurlijk. Ja. Je schijnt te kunnen uitleggen dat het erg nuttig is, maar het is levensgevaarlijke rommel waar je na afloop van de oorlog in jaren en jaren en jaren nog niet af bent. Ja, en veel burgerslachtoffers. De kleutertjes gaan buiten spelen, vinden zo'n leuk dingetje en baf, dood zijn ze. Ja. Ook al bij het bombarderen zelf, hè, er schijnt een heel groot deel gewoon burgers te raken in plaats van de militaire objecten. Ja, dus het is een beetje een dubieuze zaak, vooral omdat wij ons volgens mij principieel tegen clusterammunitie hadden verklaard. Ja. Dus jij bent het wel eens met de overwegingen om Oekraïne nu nog geen lid te maken van de NATO? Ja, dat is haast een het zou heel raar zijn geweest als ze nu in Litouwen hadden gezegd, jongens, Zweden is lid geworden. Kom er maar bij. Zweden mag nu ook lid worden, kom er maar bij. Nee, dat zat er niet in. Nee. Dat is natuurlijk ook politiek ligt dat heel, heel lastig. Ja. Nou ja, en er wordt natuurlijk bovendien kun je ze nu ook hartstikke goed helpen, toch? Het NATO-lidmaatschap is meer een verzekering in de toekomst. Ja, door artikel 5. Ja. Ja. Maar wordt gezegd, ja, omdat Zelensky toch wel boos was, hè, dat hij niet lid mocht worden, is natuurlijk ook misschien een beetje gespeelde boosheid, kreeg hij wel opeens weer lange afstandsraketten van Frankrijk, die gingen leveren. Amerika heeft er weer wat bij gedaan. Ja, van allerlei lange afstandsrommel werd F-16 geleverd worden. Volgens mij Nederland gaat F-16's leveren, wel wat oudere toestellen. Ja, dat duurt een hele tijd, want die lijn moet opgeleid worden. Valt nog niet mee. Ja, Lavrov meteen weer boos. In Amerika wouden ze geloof ik niet op. Wij, onze piloten zijn allemaal in Amerika opgeleid. Maar dat wou Amerika niet. Dus nu worden ze opgeleid samen met de Denen. Maar waar het precies plaats ging grijpen, ben ik vergeten. Hoe lang kan zo'n Lavrov en ook echt dat hele Kremlin blijven dreigen met nucleaire wapens? Want iedere keer als er dan weer wapens geleverd worden door het Westen, zeggen ze, pas op, hè, we zetten de kernkoppen klaar. Nou, daar kunnen ze eindeloos mee doorgaan. Alleen maakt het geleidelijk aan wel een stuk minder indruk dan de eerste keer. Bij de eerste keer dacht je al, kom op jongens, dit is het enige wat jullie hebben om mee te dreigen. Ik geloof er niet zoveel van. En dat is tot op heden mijn standpunt. Ik geloof er niet zoveel van. Nee. En net zo goed als ik die dreigementen niet geloof van de Chinezen dat ze Formosa aanvallen. Kun je ook een hele tijd mee doorgaan. Dat zijn ook dagelijkse pesterijtjes. Nou, voor top trouwens, deze die nu heeft plaatsgevonden over 2 jaar in Amsterdam, hè? Of in ieder geval in Nederland. Gaat ja, en ik hoop dat we tegen die tijd een regering hebben. Ja, en dan zit Rutte er nog.
Dat zou ook nog. Ja, wie zal het zeggen? Ja. Ja, nee, 2 jaar. God, ik vind het eigenlijk al een gokje in Nederland. Ik bedoel, het zou maar niet verbazen. We hebben verkiezingen in november. Maar Maarten, moet er een actieve regering zitten? Of een missionaire regering? Nou, liever wel geen missionaire regering, toch? Moet wel een serieuze regering zitten, naar mijn idee. Ja. En er wordt trouwens door luisteraars in de Telegram-groep doorgepraat over Pieter Omtzigt. Die staat op dit moment in de peiling op 46 zetels. Is die wel in staat om een partij te leiden? Dat vraagt Tristan zich onder andere af. Link naar de Telegram-groep, die vind je in de show notes als je wilt doorpraten met luisteraars over onderwerpen uit deze aflevering. Laat er ook lekker de vaart in zitten, DHL. Jongen, jongen, we werken door. Aan het eind van de oorlog is Hitler fysiek ingrijpend afgetakeld. Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar over de ontknoping van de Tweede Wereldoorlog. En dan is dat de schuld van het Duitse volk, wat hem betreft samen met hem ten onder kon gaan. Ruim 4 uur lang vertelt Maarten van Rossum onder andere over de mislukte operatie Market Garden en de hongerwinter. Een nieuw luisterboek over de spannende ontknoping van de Tweede Wereldoorlog. Ideaal om mee te nemen op vakantie. De link naar het luisterboek vind je in de beschrijving bij deze podcast. Hoe doen we in de toekomst onze boodschappen? Daarover vertelt Wouter Kolk, de baas van Ahold Delhaize, het bedrijf achter Albert Heijn en bol.com in de podcast Sea Level. Luister de aflevering nu via de link in de show notes.